Een hele goede morgen, uw lieve vrienden. Vooral als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, ik moet even kijken waar ze lopen. Het is 9:02 op mijn computer. Die klok die is achterlijk laat. Tenminste, die loopt achter. Die loopt weer voor. En ik heb op mijn horloge 9:03. Waarom zo vroeg? En dat op vrijdag? Ben ik nooit. Nee. Nou, ik moet om minimaal 10:00 op de begraafplaats wezen. Maximaal om 9:15. Dus ja, ik zit op de voet op de mond gezitten. Het is heel slecht weer. Het stormt als een idioot. Om de halfklok regent het. Het is momenteel even droog, maar je zal het beleven. Als ik de deur uit ga, dan regent het. Maar ja, ik kan de pret niet drukken. Ik heb geen regenkleding. Mijn jas die is wel waterdicht, maar mijn broek niet. Die ga ik gewoon eventjes spuiten. Tenminste, het is een legging, maar boeit me niet. Die spuit ik in en dan zit ik toch droog. Ik heb het al een keer eerder gedaan. Maar in ieder geval... Ja, ik ga mijn neefje wegbrengen, mijn lievelingsneefje. Die is van de week overleden, die had kanker, die kon het niet meer houden. Hij is overleden, hij is heen gegaan. Dus ja, die ga ik... Ik mag er weliswaar niet bij zijn, maar het is een kerkhof. Niemand kan jou weigeren. Nee. En daar mijn pleegbroeder ook legt aan die kant. Heb ik toch een reden om te komen? Ja, ik mag niet komen van de rest van de familie. Zoals mijn eigen dochter mag niet komen van zijn eigen familie. Nou, dan zeg ik zo, dikke vinger. Ja, komt er. Nou, dan gaat mijn telefoon al, dus ik heb gelijk al druk. Dus lieve vrienden, ik spreek jullie later. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden. Daar zijn we dan weer. Het is even zien. Hoe laat leven we? 14:49. En ik ben blij dat ik weer thuis ben. Het was mijn dagje wel. Ja. Ik had een koper mee. En die had ik op de begraafplaats aangedaan. Ter ere voor mijn dierbare neef. Niet alleen nog voor hem, maar ook vanwege Karin die er niet bij kon zijn. Zo kon ze er toch een beetje erbij zijn, want zij had er ook graag bij willen wezen. Dus lieve schat Karin van de Werf, ook voor jou had ik de koperrol aan. Zodat je er toch een klein beetje erbij kan zijn. En ik laat dit keer de koperrol, die filmpjes, niet versneld gaan. Nee. Jullie maken het gewoon normaal mee zoals behoort. Respect. Uit respect voor mijn neef. Voor de nabestaanden. En ik wil ondanks alles toch de familie bedanken. Dat ze me toch erbij namen. En ook vanwege Jacinta, mijn nichtje. Mijn achternichtje eigenlijk. Die toch wel ook opgenomen werd. We waren niet uitgenodigd, maar ze deden niet moeilijk niks. We werden zelfs uitgenodigd voor om de koffie daar te komen. Dat we zijn eerst weer hier geweest. Maar Jacinta die is ook niet eentje die vloggen wil, dus ik heb toen even niet gevlogd. Maar ik was even thuis geweest. Ook vanwege mijn hondje even dat ding af kunnen doen. Dat hij even water kon drinken. Hebben we hier even een bakje koffie gedaan, et cetera. En ja, daarna zijn we dus weer naar de familie toe gegaan. En daar kom ik nog net vandaan dat ik dat zat. Ik ben moe, ik heb hoofdpijn. Ja. Ik ga even een time-out nemen. En ze zeggen, geniet van de dag verder. Het is nog niet eens zo laat, hè? Nee. Bijna 3 uur. Dus ja, je kan nog een halve middag genieten. Dus doe dat. En daarna is het pas etenstijd. Dus ik zeg tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. Daar is er eentje die zo graag op de film wilt. Hè? Ja. Och, kusje toch, hè. Jij, meisje. Zo, hè. Hé, hey, jij. Oh ja, liefje. En ja, is het zo? Ja? Wat ga je doen allemaal? Oh, wat gaan we doen dan? Hé? Ja, je bent zo lief, hè? Ja. Ja, en er lag er net één te dromen, maar ik weet niet of die dat nog doet. En dat was mijn hondje. Dat was zo lekker te dromen op de bank, alles bewoog. Ik dacht, nou, dat moet ik even op de vlog zetten, maar... Hij beweegt niks meer. Nou, en mijn meisje die zit daar op de vensterbank. Het zonnetje schijnt weer, maar we hadden net even onweer. Ja. Hé, jij nou? Jij bent ook lieve meisje. Daarom schijnt de zon, maar daar is het nog donker. Ja, daar is het echt nog wat donker. Het wordt wel al wat lichter, maar daarnet, nou het was gietzwart daar bij de kerk. En ik schrok eigenlijk van een flits. Ik had geen onweer verwacht op dat moment. Nee, ik had niks gehoord dat het onweer zou komen. Maar ja, het is nou weer over. En nou is het dit. Ja. Knap, bewolkt. En voor de rest gaat het allemaal wel weer goed. Ja. Ligt die er niet lief bij? Op het moment dat het misgaat, gaat hij met z'n allen in. Lief, hè? Zou dat kunnen werken? Ja, vind ik dus van wel. Ik vind dat zo bijzonder lief. En ja, dat doet me wat. Daar geniet ik van. Ja, ik geniet daarvan. Maar lieve vrienden, ik ga afsluiten voor vandaag. Want ik ben moe, zoals ik al eerder had gezegd, emotioneel. Vanwege vandaag en de komende dagen, want ja,
Er komt wat moois aan en ik hoop dat het precies uitkomt wat ik wil. Dat het s'nachts van 24 op 25 september wordt geplaatst op YouTube. En ja, het is gewoon een rotmaand en dat zal het blijven ook. Ja, ieder jaar weer. Maar wat doe je eraan? Ik zet deze filmpjes ook nog eventjes erbij. En dan kan ik het allemaal in elkaar zien te zetten. Dan heb ik wel weer genoeg werk te doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Probeer ik ook te doen. Het is vrijdag, dus ja, een leuke avond op de televisie. En er wordt er eentje wakker. Hey, kerel. Hoi, kerel. Dus ja, en ik moet ook nog eten. De diertjes moeten straks nog eten. Dus ik heb nog heel, heel veel te doen voordat ik mijn rust vinden kan. Zeggen, geniet ervan. En morgen gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En morgen neem ik jullie ook weer mee on tour met ja, toegankelijkheid van Cape Holland, zeg ik maar. Want ik weet niet of het heel den helder is. Dat merk ik wel. Dus de Oude Rijkswerf, CQ, Cape Holland, ja. Dat de toegankelijkheid voor boosters, oftewel scootmobielen en rolstoelhouders. Kijken waar we tegenaan lopen en kijken wat goed is. Dus dat merken we wel en daar doe ik dan graag aan mee. Dus lieve vrienden, tot morgen. Doei doei.